Ik ben nu bij mijn vader op de zaak en we gaan vandaag iets superleuks doen. Ik heb een workshop georganiseerd met Saddle Jewels. En Saddle Jewels is nu al een jaartje mijn sponsor. En misschien hebben jullie, nou jullie hebben het vast wel lang zien komen, de frontriemen en op de achterkant van mijn zadel, die Swarovski bling bling, dat maakt zij. En vandaag heb ik een workshop die zij komt verzorgen, zeg maar. Ik ben een beetje buiten adem, want ik ben natuurlijk weer te laat. Om 1 uur komen de eerste. Ik heb een hele leuke groep met een paar vriendinnen en leuke meiden die ik lesgeef. En die mogen zelf hun saddle jewel of frontriem nu gaan maken. Dus Robert, mijn broertje, die is eventjes hier alles op de zaak, want die weet echt de weg. Alles klaarmaken met lichten en weet ik het allemaal wat. En Vicky, die boefje rijdt, die is al met mij mee. Die gaat ook meedoen met de workshop, maar die helpt mij ook heel eventjes. Oeh, ik ben echt buiten adem. Dus ja, we gaan nu even alles klaarmaken. En dan om 1 uur zal iedereen wel binnenstromen. Nog meer mensen aan het werk gezet. Maar de tafels die staan klaar. De koekjes zijn klaar. En Kira, die komt er nu ook aan. En Kira is, ik zal het alvast zeggen, heel vrolijk. Heel druk. Heel enthousiast. Dus het wordt sowieso een hele geslaagde middag. Ik ga er nu even ontvangen. Kijk, deze is al. Hallo! Kira. De Kira van Saddle Jewels. Maar we gaan even uitladen en alles klaarzetten, hè? En daar zijn we even mee bezig. Oh, oké. Okay. Dus nou, we zijn op tijd. Oké. Okay. Nou, de meeste zijn er al. En Kira heeft voor mij ook nog een cadeautje meegenomen. Heel mooi chabrakje. En deze frontriem voor Azuro. Supermooi. En de meiden zijn nu met Kira, zeg maar, de maten en zo had ik alles al doorgegeven. Maar nu wat ze definitief willen. En hier zijn alle steentjes. Deze stenen kunnen we allemaal gebruiken. En ik weet het nu niet meer. En ze heeft wat voorbeelden meegenomen. Dit is het halster wat je kan kopen bij Saddle Jewels. En het is allemaal echt Swarovski. Ook op deze workshops allemaal echt Swarovski steentjes. En dit is dan de Saddle Jewel zelf. Zo, iedereen is er. En de meesten hebben al de kleuren uitgezocht. En dat is nogal een dingetje. Want hier heb je een paar hele mooie voorbeelden. Dit kan je maken op de workshop. Dit is met een enkele rijstenen. En dit allemaal met dubbele rijstenen. En dit is de echte Saddle Jewels. Nou, dit is Naomi. En zij is nou de kleurtjes eventjes aan het neerleggen zoals het misschien straks zou willen maken definitief. Ben je er al helemaal uit? Nee. Nee, is moeilijk hè? Ja. Ik vind het wel mooi worden zo. Dit is de frontriem. En haar zusje maakt een saddle jewel. Nee, hier zit ook. Oh. Geef niet, blooper. Nou, opnieuw. Haar zusje maakt dus een frontriem. Had ik eigenlijk ook moeten weten, want ik heb het allemaal voor jullie opgenomen. Haar zusje weet het nog niet. Die is weer terug naar de Swarovski hoek. En hier zit Vicky. En zij maakt het saddle jewel ook met roze en kristal. Ziet er ook wel mooi uit. En meiden, jullie? Oh, dat zijn echt mijn lievelingskleuren. Mooi. Ook met roze. Veel doen met roze. En jij ook met roze? Ja. Het is wel mooi. Zo, het was even rennen en vliegen, maar iedereen hier achter mij is lekker bezig. En nu ben ik aan de beurt, want ik ga ook een frontriem maken. En, oh, en ik vind het zo moeilijk. Ja, ik was eruit, maar nu weet ik het niet meer. Ik ga een frontriem maken voor Evita en daar vind ik blauw heel mooi bij. En dit zijn eigenlijk alle, het doet wel een beetje spiegelen, maar dit zijn de blauwe die ik kan kiezen. Ze zijn allemaal heel erg mooi, maar ik wil een combinatie maken. Dus deze vind ik sowieso heel mooi, alleen dan wil ik die in het groot. En dit is echt een kleur wat ik super chic vind. Dus deze wil ik sowieso. En dan de
kristal. Dat is gewoon witte steen. Dat is altijd goed. Dilemma's. Ik wil sowieso deze twee kleuren, denk ik. De kristal en de light chrome. En dan vind ik deze kleur heel mooi. En dit is mijn lievelingskleur. En roze is ook leuk. Maar ik heb een blauw jasje. Dus dan valt roze, denk ik, af. Ja, of zo. Is ook leuk. Ik ben er helemaal uit. Meiden, ik ben er eindelijk helemaal uit. Goed, hè, voor mij. Het worden deze kleurtjes. En dan ga je met dit pinnetje. Ga je dit. De infrubbelen. Kira komt assisteren. En dan zo naast elkaar. Alleen, ik ga nou weer twijfelen. Het is echt erg. Maar ik ga het gewoon nu zo doen, ja. Zo wordt hij dan. Wat een gepriegel. Zo. Hij is af. Yay. En dit zijn de andere. Die zijn ook super goed gelukt. En het glimt wel echt heel mooi. Heel erg leuk was het. Dus wil je dit nou ook doen? Dan kan je even kijken op www.saddlejewels.nl.com. Ik zal het zo even vragen. /workshops. En dan zie je eigenlijk alles hoe je een workshop kan organiseren bij jou thuis. Of op de manege of op de vereniging. En dan wat je vandaag hebt gezien, dat krijg je, zeg maar. Ja, ik heb weinig ingeschonken. Ik zei dat hebben we wel verdiend. Ja. Want het is echt nog veel werk. Ja, als iedereen er dan zo is. Kijk, jij doet het meeste, want ik was natuurlijk zelf ook bezig. Maar met gastvrouw zijn en alles weten. Ik rem rot, maar het is ontzettend leuk. Ja, ontzettend leuk. Maar ik heb al gezegd, als jullie dit nou ook willen regelen voor de vereniging of gewoon vanuit jezelf, dan eventjes naar saddlejewels.nl/workshops. Ja. Dan kunnen ze jou een berichtje sturen en dan wordt alles helemaal geregeld. Yes. Nou, wij gaan nu een drankje doen en even uitrusten. En dan ga ik je nog een keer vragen. Gezellig. Maar het was superleuk. Ja. Dus doei! Doeg! Ik ga nu de winnaars bekendmaken van de winactie met Farmahorse vorige week. Ik mocht 5 potten rozenbottel weggeven. En het was nog best wel lastig om winnaars te vinden. Want ik had zoveel leuke en enthousiaste reacties gekregen. Dus ja, na het lezen van allemaal dacht ik van... het wordt nog best wel lastig om de juiste winnaressen te zoeken. Maar... diegene zet ik hiernaast hun naam. Dus staat jouw naam erbij. Stuur even zo snel mogelijk een berichtje naar het onderstaande e-mailadres. Met jouw contactgegevens waar het naartoe mag. En dan zorgt Farmhorse en ik dat zo snel mogelijk jullie kant op komt. Heb je niet gewonnen, wees niet getreurd. Want er komt nu gelijk een nieuwe winactie aan. En wat me opviel in de reacties is dat veel mensen het hadden over... dat ze merkte dat hun paard pijn had in het lijf. En dat kan natuurlijk heel erg breed zijn. Maar ik heb eventjes gekeken in de 7 kruiden. Welke ik dan nu het liefste zou willen weggeven. En dat is geworden de brandnetel. Even kijken hoor. Ja, wat kan ik vertellen over brandnetel? Er worden heel veel verschillende onderzoeken nu gedaan. Wat brandnetel voor effect kan hebben op gewrichtspijn. Resultaten zijn veelbelovend en duiden erop dat door het natuurlijke pijnstillende effect van het kruid de brandnetel effectief kan zijn bij gewrichtspijnen. En daarnaast ondersteunt het de afvoer van de afvalstoffen en de bloedsomloop. Dus het is gewoon al met al een heel goed product en ja, het zou kunnen helpen bij de pijnen die jouw paard heeft, wil je hier kans op maken? Ik mag 3 potten van 1 kilo weggeven. En doe gewoon weer hetzelfde als de vorige keer. Laat een leuke reactie hier onder deze video achter. Waarom jij vindt dat je dit zou moeten winnen. En dan maak ik volgende week de 3 winnaars weer bekend. Ik heb nog een klein dingetje te laten zien. En dat zal ik hierna nog plaatsen. En het is echt onwijs leuk. Wij hebben een nieuw familielid. Die is net nu 3 weekjes geleden geboren. En daar zijn we gisteren bij wezen kijken. Gisteren was het zondag. En we hebben dat natuurlijk vastgelegd op video. En ik zal kleine stukjes daarvan
eventjes aan jullie laten zien, want het is echt om op te vreten gewoon. En daarnaast mochten jullie nog een leuke naam weten voor dit nieuwe familielid. Het is een jongetje. Laat dat dan ook eventjes in een reactie hieronder weten. En wie weet kiezen we jouw naam daaruit. Ja, we gaan nog veel vaker kijken en over een aantal weekjes komt hij natuurlijk naar ons toe. Maar in ieder geval kunnen jullie hem nu alvast zien.